Terwijl de nationale overheid zegt, dat moet je hebben, zegt Amsterdam, lik me reet, het blijft een object. Op woensdag 13 mei ging Rob Meijer het opnieuw proberen. Met zijn Yellow Submarine Amsterdam binnenvaren om hem in het water van zijn bedrijf aan de Biggersgracht te leggen. Op dinsdag 5 mei had hij het ook al geprobeerd. Hij ging ervan uit dat hij voldeed aan alle eisen en dat hij toestemming had om binnen te varen. Maar de brug naar het Westerdok bleef dicht. 2 jaar geleden moest Meijer de Yellow Submarine uit Amsterdam weghalen omdat hij volgens de hoofdstedelijke binnenwaterbeheerder Waternet geen vaartuig, maar een object was. Inmiddels is de Yellow Submarine een gecertificeerd passagiersvaartuig en voorzien van een diesel-elektrische voortstuwing met 3 stuurpots. Deze keer moet het toch lukken om binnen te komen. Rob, kun je iets vertellen over de geschiedenis van de Yellow Submarine? Ja, maar wil je de lange of de korte versie? Doe eerst de korte maar. In de jaren 60 gebouwd in Afrika, Ivoorkust, uiteindelijk naar Frankrijk gegaan. Een tijd lang daar in de Seine gelegen als een soort club. Wat voor club? Zat een randje aan en daardoor op een gegeven moment door de Franse regering met klem verzocht om het land te verlaten. Nou, meer ga ik daar niet over zeggen. En toen is hij in Nederland gekomen en toen heb ik hem uiteindelijk overgenomen van iemand die... Het doet er niet toe waarom mensen dingen kopen en verkopen. Dus toen heb ik hem gekocht. Ook een beetje een merkwaardig verhaal, maar doet er echt niet toe. En toen heb ik bedacht, zou het ook een in Nederland goedgekeurd, geregistreerd passagiersvaartuig kunnen worden? Nou, en toen is eigenlijk mijn verhaal begonnen. Ik kon me vinden in de manier waarop scheepvaartinspectie in de tijd zei van dit en dat is onveilig en dat moet veranderd worden. Dat hebben we ook gedaan. Dat is een heel lang traject geweest met motoren, verlengen van het schip, stabiliteitsproeven, weet ik veel, de hele reut. Uiteindelijk is dat gelukt en nu hebben wij dus het officiële certificaat van onderzoek, zoals dat voor passagiersvaartuigen en ook voor binnenvaartschepen wordt uitgegeven. En wonderlijk genoeg erkent de stad Amsterdam dat niet. Dus terwijl de nationale overheid zegt, dat moet je hebben, zegt Amsterdam, lik me reet, het blijft een object. Nou, daar zijn we nu in terechtgekomen. En we gaan wel kijken wat die juridische rimram daaromheen gaat opleveren. We liggen hier voor de brug en de brugwachter die weigert de brug te draaien en ik denk dat ik alle papieren in orde heb om naar mijn bedrijf te gaan en die brugwachter die gaat zich nu met het beleid bemoeien terwijl hij in feite niet anders moet doen dan bruggen draaien en dan vraag ik van wie heeft u de opdracht om
de brug niet te draaien, zegt hij, van mijn leidinggevende. Ik zeg, mag ik die dan even spreken? Nou, die komt over een uur of twee weer terug. En dan is toevallig precies de termijn verlopen dat de brug zou gaan draaien. Dus ik weet niet welk spelletje ze nu spelen, maar ik vind het langzaam maar zeker, lachwekkend. Rob, het leek er even op dat we niet door de brug zouden komen. Nu liggen we toch aan de Bikkersgracht. Wat is er gebeurd? We kwamen voor die brug. Daar is een automatisch systeem ontwikkeld om via telefoonnummers de brug te laten draaien. En dat hebben we gedaan. Toen werd gezegd, uw aanvraag is ontvangen, goede reis. En vervolgens werd het stil. Toen heb ik daarna direct met de centrale post gebeld. En die zeiden, wij gaan niet draaien. Ik zeg, nou, wat is dat dan voor onzin? U bent toch voor het draaien van de bruggen? Toen zeiden, ja, maar mijn leidinggevende heeft gezegd dat ik niet voor de Yellow Submarine moet draaien. Ik zeg, mag ik dan die leidinggevende even spreken? En toen zei hij, nee, dat mag niet. Ik zeg, nou, dat kun je niet menen. Hij zegt, laat ik het anders zeggen. Mijn leidinggevende is er niet. Ik zeg, nee, maar dan kan je toch wel een andere leidinggevende of een ander nummer of een ding. Want ik neem aan dat jij niet besluit op je eigen houtje dat je die brug niet draait. Nee, hij zegt, nee, dat doe ik omdat mijn leidinggevende dat mij heeft opgedragen. Terwijl ik betwijfel of die leidinggevende over het beleid van Amsterdam en het wel of niet draaien van bruggen gaat. Maar goed, dat lukte niet. En toen liep dat gesprek nogal stroef. En toen heeft die man gewoon de verbinding verbroken. Je hebt toen ook wat telefoontjes gepleegd? Daarna, ja, met mijn advocaat en met iemand die hoger in de boom zit van Waternet of de gemeente. Want dat is allemaal door elkaar gehusseld, hè. Vroeger deed Waternet dat. Dat is per januari is dat weer teruggegeven aan de gemeente. Hoe het helemaal zit daar, ik weet het niet. Maar ik kon niet degene bereiken die uiteindelijk ging over deze zaak. Maar toch ging het licht op rood-groen en uiteindelijk zelfs op groen. Ja, dat is waar. Ik denk dat de invloed van mijn advocaat daar een rol in heeft gespeeld. En ik heb met... hou je vast, de juridisch-strategisch adviseur van Amsterdam gebeld. Wat die verder heeft gedaan, weet ik niet, maar het lijkt me heel strategisch dat de brug weer is opengegaan.